Vrijdag 20 september was het een bijzondere dag voor de ouderen en kinderen in IJsselstein. Want voortaan zullen ze vaker samen activiteiten gaan ondernemen. We hebben zojuist het hek geopend. Nou ja, er komt nog een hek. Zodat de doorgang tussen de school en Isselaar makkelijker wordt. Zo wordt die drempel kleiner voor de kinderen om even een keer spontaan bij ons langs te komen. Daarbij is hiernaast gelijk de moestuin. Daar gaan we samen aan werken met de ouderen en de kinderen. Hoe belangrijk is het dan voor de kinderen dat ze dit ook meekrijgen? Ja, wij vinden het sowieso heel erg belangrijk dat kinderen leren dat iedereen anders mag zijn. En ik denk dat hoe jonger je dat leert, hoe gemakkelijker het straks afgaat. En wat bedoelt u daar precies mee? Nou, de verantwoordelijkheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, die denk ik voor iedereen gewoon heel erg belangrijk is. Vind je het leuk zo vandaag? Ja. En wat vind je er leuk aan? Dat we voor alle mensen een tuintje mogen maken. En we hebben ook nog tijgerbloemen volgens mij. Zo noemen ze deze bloemen. Mijn overtuiging is dat kinderen echt levensvreugde bieden aan de mensen die hier wonen. En andersom is het belangrijk dat wij kinderen al vanaf vroeg leren omgaan met dementie. Zoals een grote groep mensen dat hier heeft. En ja, dat moet je heel geleidelijk doen. Eigenlijk ook spelenderwijs vanuit de optiek van de kinderen. En ja, dan is het natuurlijk prachtig dat je op een dag als vandaag gewoon de kinderen in de grond kunt laten vroeten. Geholpen door een aantal bewoners. Het lijkt me gewoon heel leuk omdat die kinderen af en toe zo eens in die tuin te zien rommelen. Gaat u zelf ook nog een keertje de tuin in? Oh ja, wel. Ik heb al twee bomen erin gezet. Dus er zullen er nog wel een paar bij komen.